Hoe lang heeft u vastgezeten? Nou, vanaf. Dus praktisch. De laatste keer was het vanaf 68. Dus praktisch 9 jaar. Vindt u nou dat u erg zwaar gestraft bent voor wat u heeft gedaan? Ja, ik geloof. Zwaarder kan het niet. Wat heeft u gedaan? We hebben niks gedaan. Hè. Niks, maar dan ook niks. Zelfs wat er toen gebeurde, we wisten ook niks van wat er gebeurde toen. Maar u werd toch om een bepaalde reden opgepakt? Ja, omdat ik van een bepaalde groep ben. Ik bedoel, ik was toen lid van een vakorganisatie. Die gaf je dertig aan de subsidie. Dat is alles. En daar heeft u 10 jaar voor gezeten? Ja. Dit is een van de 4 volgepropte slaapkamers in het huis van pastoor Souto. Hij verleent 35 ex-politieke gevangenen een tijdelijk onderdak. Met schilderen proberen sommigen iets te verdienen. Krijgt u enige hulp van de regering? Nee, behalve dat de regering toestemming geeft dat ik mag de ex-gevangenen hier bij mijn huis ontvangen. Ja. En financiële hulp krijgt u helemaal niet? Tot nu toe nog niet. Het belangrijkste is voor mij als ik kan de mensen helpen. Dat is toch belangrijk. Van wie krijg je het geld? Dat is voor mij niks hoor. Het gaat erom dat de mensen verder kunnen. Ja, dat bedoel ik. Hoeveel mensen slapen hier nou? In deze kamer? In deze kamer 6 mensen. Achter zijn huis heeft pastoor Souto een kleine werkplaats waar gevangenen die geen werk kunnen vinden en de timmerman doodskisten proberen iets bij te verdienen. Aan admiraal Sodomo de vraag wanneer de overige politieke gevangenen worden vrijgelaten. De bedoeling is dat in dit jaar, dus in het jaar 78, om 10.000 gevangenen los te laten. En dan het volgende jaar, dat is 1979, is de laatste groep van ongeveer 10.000 gevangenen. En zou dat dan betekenen dat dan bijna alle politieke gevangenen vrij zijn? Of heeft u er dan nog een heleboel over? Nee, bedoelt u de communistische gevangenen? Ja. Ja, dat betekent in eind 1979, we hebben geen communistische gevangenen meer. Denkt u dat buitenlandse druk daar iets mee te maken heeft? Dat kan ik u niet zeggen. Of niet, dat durf ik niet te zeggen. Denkt u dat het helpt dat Amnesty International steeds protesteert? Persoonlijk wel, maar ze zullen dat hier nooit erkennen. Nu geeft u deze mensen de vrijheid. Dat is in december gebeurd, onder andere. Maar sommige van hen staan dan nog onder stadsarrest. Krijgen een aantekening in hun persoonsbewijs dat ze zogenaamde ex-stapel zijn. U laat ze vrij, maar eigenlijk geeft u ze levenslang. Nee, maar dat is niet waar. Ze zijn vrij. Dus als die andere burger, ze hebben ook gelijke rechten. Maar natuurlijk bekeken van de kant van de veiligheid. Omdat deze mensen is nog steeds altijd een risico. Ja. Ze zijn onder supervisie. Maar er zijn geen meldingsplicht en dergelijke dingen meer. Dus ze zijn vrij. Maar er is toch stadsarrest? Ze zijn ook in geen stadsarrest. U bent al heel lang vrij, hè? Eigenlijk meer dan een jaar. Het was vanaf 30 november zijn ze er. En heeft u echt ook vrijheid gehad sinds die tijd? Nee, tot en met eind augustus hebben we gekregen bij huisarrest. Ja. Daarna pas stadsarrest. Stad niet toe. En wat betekent dat, stadsarrest? Stadsarrest betekent dat wij de stad niet mogen verlaten. Of zullen wij in de stad vrij zijn. Zelfs vrij om werk te zoeken. Ze hebben ook dezelfde identiteitskaart als de andere burger. Maar het staat er soms op dat ze ex-stapel zijn. Nee, dat staat net niet geschreven. Ik heb het zelf gezien. Nee, dat is niet waar. Dus die identiteitskaart is uitgegeven door eigenlijk het plaatselijk bestuur. Dus dat is hetzelfde kaart wat ook de andere burger, die heeft niks mee te maken met eigenlijk dit geval. Ja. Dus dezelfde kaart. Maar waarom staat dat erop aangetekend dan? Waar? Op die kaart staat aangetekend dat men bijvoorbeeld tot de categorie B gevangenen heeft geboord. Nee, daar staat niet getekend op die kaart. Ik weet zeker.
Waarom moet ik mijn vingers zo houden? Ja, omdat u de naam en zo van mij moet achterhouden. Moet bedekken. Omdat u niet herkend wil worden? Ja. En wat betekent dat rode kruisje? Dat kruisje betekent dat Hodor Jesus een ex-politieke gevangen is. En wat houdt dat in de praktijk? In de praktijk, alvast kunt u niet gemakkelijk aan werk komen. Want verschillende zaken, of zelfs bijna alle governementskantoren, die mogen geen ex-politieke gevangenen aannemen.